Wow, dat is een mooie tuin. Heel veel verschillende planten, een insectenhotel. Daar moeten wel heel veel verschillende organismen kunnen leven. Welkom bij de KGT1 6.21 Biocast over het indelen van organismen. Je moet kunnen uitleggen hoe organismen ingedeeld worden in soorten. Je moet van de vier rijken kunnen noemen en uitleggen hoe je aan de cellen van organismen kunt zien tot welk rijk ze behoren. En je moet kunnen vertellen wat een soort is. Bij indelen ga je kijken naar overeenkomsten en verschillen. Binnen een groep hebben dan alle organismen hetzelfde kenmerk en buiten de groep zijn er verschillen. De eerste indeling die je maakt als je kijkt naar alle levende wezens is in rijken. En daar heb je er vier van. 1 is het dierenrijk, waar wij toe behoren. Dan heb je het plantenrijk. Dan is er nog het schimmelrijk en je hebt het bacterierijk. Dieren en planten kun je meestal zien. Soms heb je een microscoop nodig. Schimmels kun je de schimmeldraden wel van zien. En natuurlijk de paddenstoelen en bacteriën zie je niet. Tenminste, wanneer ze alleen zijn. Elk stipje dat je hier ziet op die petrischaal is begonnen als 1 bacterie en die kon je niet zien. Maar als het een kolonie geworden is, dan zie je hem wel. De planten kun je indelen. Hier heb je het plantenrijk en daar zijn 3 groepen die binnen dat plantenrijk vallen. De zaadplanten, waar bij alle planten en bomen die je kent onder vallen. De sporenplanten, bijvoorbeeld de varens. En dan heb je nog de wieren. En de wieren zijn planten die natuurlijk in het water voorkomen. Daar heb je de eencellige wieren, hele kleintjes, en de veelcellige wieren. En die kun je weer gaan onderverdelen in zeesla, blaaswier, draadwier en volvox. Zo kom je steeds kleiner tot je tenslotte bij de soort uitkomt. Dat is hier gedaan bij mensen. Je begint met het rijk, dan heb je de afdeling, klasse, orde, familie, geslacht en dan tenslotte de soort. Nou, natuurlijk horen wij bij het dierenrijk. En dan horen we bij de afdeling van de gewervelde dieren. En bij de klasse van de zoogdieren, dan horen we bij de primaten, bij de mensapen. En dan het geslacht is homo mens en de soort is homo sapiens. En je ziet dat de geslachtsnaam homo staat voorop. Met een hoofdletter en dan met een kleine letter de soortnaam. Dus het is precies andersom als in Nederland bij de mensen. Eerst je voornaam en dan je achternaam. En het is net zoals bij de Vlamingen, eerst de achternaam en dan de voornaam. Tenminste in officiële stukken. Dieren horen tot eenzelfde soort als ze onderling vruchtbare nakomelingen kunnen krijgen. Dus deze Duitse herder en deze Pekinees kunnen samen pups krijgen en die pups kunnen ook weer pups krijgen. Dus die horen tot de soort hond. Anders is het bij de koolmees en de pimpelmees. Die lijken veel meer op elkaar dan de Duitse herder en de Pekinees. Maar toch horen deze niet tot een soort, want ze kunnen onderling geen vruchtbare nakomelingen krijgen. We kijken nog weer even naar de naamgeving. Je ziet hier een gewone eekhoorn, een grijze eekhoorn en een driekleur eekhoorn. Dat is natuurlijk heel lastig, want je zou eigenlijk een naam willen hebben die over de hele wereld hetzelfde is. En dat gebeurt met de wetenschappelijke naam. Sirius vulgaris is de gewone eekhoorn. Sirius is de geslachtsnaam, vulgaris de soortnaam en Sirius Carolinensis is de grijze eekhoorn. En je ziet dat die driekleur eekhoorn tot een heel andere geslacht hoort. Want de geslachtnaam is anders. Dus geslachtsnaam met een grote letter voorop. En de soortnaam daarachter. En hier kijken we naar cellen. De kleinste deeltjes. En ik zei het aan het begin. Je moet kunnen zien tot welk rijk zo'n organisme hoort door te kijken naar de cel.
Dit is een plantencel. En een plantencel heeft een aantal onderdelen. Hij heeft het bruine, een celwand. Die zit eigenlijk aan de buitenkant, hoort niet bij de cel zelf. De celwand, de stevige laag waardoor die stevig blijft. Aan de binnenkant zit het celmembraan. En het celmembraan is zo dun dat je hem ook door de microscoop niet kunt zien. Maar hij zit er wel. Dan heb je de stroperige vloeistof aan de binnenkant. Dat is het cytoplasma. Daarin drijven alle onderdelen. Je hebt ook nog een blaasje gevuld met vocht. Dat is de vacuole. Dan heb je het regelgedeelte van de cel. Dat stuurt alle celprocessen aan. Dat is de celkern. Daar zit erfelijk materiaal in opgeslagen. En dan heeft die plant zoiets bijzonders waarmee hij zijn eigen voedingsstoffen maakt. De bladgroenkorrel. Dus deze cel heeft eigenlijk alle belangrijke onderdelen die hij nodig heeft om zelf voedsel te maken en om te bestaan. Een dier kan niet zijn eigen voedsel maken, heeft wel een celmembraan, heeft ook een celkern en heeft ook een cytoplasma. Maar heeft geen vacuole, geen celwand en heeft ook geen bladgroenkorrels. Dit is een schimmel, die lijkt heel veel op een plantencel. Hij heeft een celwand, celmembraan, cytoplasma, hij heeft een celkern en een vacuole. En het enige dat hij mist zijn de bladgroenkorrels. Een bacterie zit simpeler in elkaar. Die heeft een celwand, een celmembraan en cytoplasma. Hij heeft dus geen celkern, heeft geen vacuole. En dan komen we aan dit schema. En dit schema moet je uit je hoofd kennen. Dan kan je alle dieren indelen, alle organismen indelen bij het juiste rijk. Een bacterie heeft een celwand, meer heeft hij niet. Een schimmelcel heeft ook een celwand, maar heeft ook een celkern, heeft ook een vacuole, maar heeft geen bladgroenkorrel. Een plantencel heeft een volledige bingo. Hij heeft een celwand, heeft een celkern, een vacuole en een bladgroenkorrel. En een dierlijke cel heeft alleen een celkern. En als je dit schema uit je hoofd kent, deel je alle cellen bij het juiste rijk in. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de 6.1 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.